Goedemiddag, het is 18 maart, windstil, graden 15, 16. En dit volk heeft al absoluut een honingkamer nodig. Dat is niet aan te ontkomen. Dat zie je vooral omdat als je het plexiglas weghaalt, dan zie je dat er op die topplatten allemaal vloeibare nectar ligt. Je ziet ze hier, ook in die bijen, die zitten hier. Zitten ze te zuigen aan de nectar. Dat zie je hier. Dat zie je overal eigenlijk op die topplatten. Dus, heel klein beetje lichte rood erop, want ik moet een moerrooster leggen. Dit is dus een eenbakskast. Dat is duidelijk te zien, hè. Een broedkamer en daar gaat nu de eerste honingkamer op. Domweg vanwege het feit dat dit volk zo groot is. Zo sterk is. Dus, daar gaan we. Oké, doei!